Goedendag. We hebben te maken met mooi nazomerweer in het land. En ook komend weekend ziet er heel goed uit. De terrasjes, zoals hierachter aan de IJssel in Deventer, kunnen gewoon weer vol stromen. Want we hebben nog altijd te maken met een groot hoge drukgebied. En op de weerkaart zien we dat hoge drukgebied ook net ten noorden van ons land liggen. En dat hoog blijft nog wel even op positie. Wel is het zo dat we in de loop van het weekend een lage drukgebied zien ontstaan boven Frankrijk. En dat lage drukgebied komt langzaam dichterbij. En zorgt zeker zondag voor wat meer bewolking en misschien aan het eind van de dag ook nog een bui. Maar goed, dat is nog ver weg. Eerst gaan we nog kijken naar het weer voor bijvoorbeeld vandaag. Vandaag nog veel ruimte voor de zon. Misschien in het zuiden wat hoge wolkenvelden. En de temperatuur stijgt naar aangename waardes. 21 graden in het noordwesten tot 23 of lokaal 24 graden in het binnenland. Daarbij staat een meest matige wind uit oostelijke richting. En die is toch gewoon duidelijk minder sterk dan de voorgaande dagen. En vanavond blijft het nog lang aangedaan, Maar de zon die gaat wel vrij vlot onder. En uiteindelijk zien we minima zo rond de 11 graden in het binnenland. Blijft helder, er ontstaat deze nacht waarschijnlijk geen mist of lage bewolking. En daardoor kan morgenochtend ook de zon gelijk weer volop schijnen. En dan zien we de temperatuur nog wat hoger uitkomen. In het binnenland op veel plaatsen 24 graden. Enkele plekken verwacht ik zelfs 25 graden. Terwijl een graad of 17 wat gebruikelijker is voor eind september. En daarbij staat nog wat minder wind uit de oostelijke richting. En is het gewoon echt op een top nazomerweer. En het nazomerweer houden we ook zondag nog even vast. Ook dan nog vrij hoge waarden. 20 tot. 23, misschien ook opnieuw weer 24 graden. Maar dan komt die storing dus dichterbij vanuit het zuiden. En dat zou aan het eind van de dag misschien een enkele onweersbui kunnen opleveren in het zuiden of midden van het land. Duurt waarschijnlijk wel tot de avond, dus eigenlijk is het zondag op die wolkenvelden nou eigenlijk nog heel mooi weer. Maar dan, vanaf maandag in de nieuwe week, dan zien we toch wel een omslag. De wind die gaat draaien en komt uiteindelijk later in de week uit westelijke richting. En dan gaat de temperatuur toch wel aardig onderuit. Dan zien we zo op de woensdag nog maar temperaturen van een graad of 16. En vanaf maandag dus elke dag kans op buien. En daarbij trekt ook nog een keer de wind aan. Het wordt echt wel onstuimig weer volgende week. Goed, eerst nog een mooi weekend. En dan past dus dat echte herfstweer. wens u een goed weekend.